Nou, we staan hier op de Brede Straat in Nijmegen. Rond 10:30 kwam er een melding binnen van een brand van een transporterbusje. Toen we ter plaatse kwamen, troffen die ook inderdaad aan. De brandweer heeft de brand geblust. Maar die kan niks zinnigs zeggen over de oorzaak van de brand. We hebben de aangever gesproken, of de eigenaar gesproken, en die doet aangifte van diefstal. Nee, er zijn geen slachtoffers gevallen. De bus was leeg toen wij aankwamen. Volg ons online via Facebook @altijdn1, op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd N1.